Ik heb niet zozeer een activiteit ingediend als innovatie, maar mijn manier van werken is vraaggericht in plaats van aanbodgericht. En dat hoor ik terug van de cliënten, dat ze dat heel prettig vinden. Dat we echt samen een plan op maat maken. En dan kijk ik of ik als ZZP'er alles zelf oppak, of dat ik ook voor bepaalde deelvragen expertise van collega ZZP'ers inschakel. Nou, mijn visie van Up2You totaalbegeleiding is eigenlijk opgesplitst. Up2You betekent het vraaggericht werken. Totaalbegeleiding staat voor dat ik alle vragen meepak op alle levensgebieden. Ik zou dan een cliënt of meerdere zelf aan het woord willen laten om ze te vertellen van wat maakt nu het verschil bij andere zorgaanbieders uit het verleden of hoe ik werk. En het feit dat ik gewoon heel laagdrempelig bereikbaar ben. Dus mijn telefoon staat eigenlijk altijd aan. Ik reageer veel. Ik probeer ze ook, als ik er niet ben, toch te supporten door een keer een appje te sturen. En met de honden neem ik ook geregeld mee. Dat is dierondersteunende interventies. En ik ga veel oefensituaties opzoeken. Het kan in huis zijn, maar ook buiten huis, in de natuur, in de stad gaan we erop uit. En dan kijken we net wat het doel is en onderweg hebben we vaak goede gesprekken en kunnen we echt dingen gaan oefenen. Ik denk als ik echt een geldbedrag had gewonnen, had ik goed over nagedacht van nou, wat zou nou nog een meerwaarde kunnen zijn voor de jongeren die ik begeleid, misschien wat materialen. Ik probeer mezelf scherp te houden door meerdere keren per jaar toch cursussen of opleidingen te doen. En ik ben aangesloten als ZZP'er bij Vraagkracht. Dat is een franchiseorganisatie. Die werken vooral systemisch in de gezinnen. En dat inspireert mij. Elke week komen we bij elkaar, hebben we intervisie echt op het proces van waar zit ik als werker in een bepaalde casus. En daar blijf ik van leren. En zo word ik weer elke keer geïnspireerd om vast te houden en vernieuwend te blijven.